Wil jij de wet van de aantrekkingskracht gebruiken om je doelen sneller te manifesteren? Ja? Mooi. Want in deze video ga ik je 10 tips geven hoe je een mindset van overvloed kan creëren. De abundance mindset. Met deze mindset tune jij je radiozender in op het kanaal van grenzeloze mogelijkheden en oneindig succes. Deze mindset is het grote geheim wat alleen de meest succesvolle mensen op aarde weten. Wat zit die gozer te lezen? Dit is een boek over de Law of Attraction. Oh, die lijf van die attracties. Ja, dat weet ik wel. Die ken ik ook wel. Ik lees ook wel eens een boek hoor. Oh, oké, cool man. En werkt het voor jou? Wat bedoel je? Die attracties? Nee. Je dromen en doelen waarmaken. Haha, je dromen waarmaken. Wat is dat voor een sprookjesboek, joh? Dat dromen bestaan niet, die zijn bedrog. Wat ben jij voor zweefteef? Nee, serieus. Je mind creëert letterlijk de wereld waarin je leeft. Er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Denk maar eens aan het placebo-effect. De kracht van je mind is ongekend. Wat zeg je nou? Placemats? Man, jij bent echt niet goed, hè? Die lijf van die attracties, dat is volgens mij één grote hoax, man. Daar klopt helemaal niks van. Sprookjesverhaal. Denk na, Mike. Besteed geen aandacht aan deze kerel. Die is niet te redden op dit moment. Ja, misschien heb je gelijk. Misschien is het niet helemaal waar. Ja, het leven is geen sprookje. We moeten allemaal werken voor ons geld, oké? Okay? Het is niet makkelijk. En weet je, bedankt voor het verpesten van mijn dag, man. Klojo. Yep, dit is de Law of Attraction in werking. Jammer dat hij het zelf niet inziet. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Als je nieuw bent op dit kanaal, welkom. Als onderwerp als zelfontwikkeling, spiritualiteit en lifestyle je interesseren en je wilt op de hoogte worden gebracht van alle nieuwe video's die ik uitbreng, klik dan onder deze video op de knop abonneren. Ik heb ook een e-book geschreven als inspiratie met de tools die ik heb gebruikt om mijn beste leven te creëren. Hij is helemaal gratis. En wil je hem ontvangen, klik dan op de link helemaal onderin in de beschrijving van deze video. Als je de wet van de aantrekkingskracht gebruikt, heb je een mindset nodig van overvloed. Dit is de mindset van ik ben compleet. Ik accepteer mezelf. Het is de mindset van compassie en liefde. De mindset van er is genoeg op de wereld voor iedereen. Genoeg geluk, liefde, materiële bezittingen, geld, roem. Er is overvloed van alles. De meeste mensen hebben niet een mindset als deze, maar eerder het tegenovergestelde. En dat is de scarcity mindset. In het Nederlands, het is een schaarste mindset. Deze mindset maakt mensen close-minded. Het zorgt ervoor dat je verlangens hebt, maar daarbij heb je altijd het gevoel dat je iets tekortkomt en niet compleet bent. Het zorgt voor jaloezie, afgunst en het idee van ik wil alles hebben voor mezelf, omdat er niet genoeg van is op de wereld. De schaarste mindset is een mindset die draait om het ego. Ik wil de dingen die ik wil. Het belang van anderen is niet belangrijk. Ik wil zoveel mogelijk mijn zin hebben. De scarcity mindset of de schaarste mindset is een mindset van armoede en onvrede. Het is een lage vibe. En even voor de duidelijkheid. Geen van deze mindset is goed of slecht. Het zijn slechts perspectieven. Ik plaats geen oordeel dat het ene beter is dan het ander. Maar welke van de twee perspectieven je kiest om doorheen te kijken, zal een verschil van dag en nacht zijn in hoe je leven eruit ziet. Mensen met een abundance of een overvloed mindset zijn meestal heel erg succesvol in verschillende onderdelen van hun leven. Succesvol in de liefde, succesvol in ondernemen, kunst, ouderschap, relaties, carrière en succesvol in familie. Mensen met deze mindset zul je herkennen als vrijgevig, gelukkig,
empathisch en gek op het leven. Mensen met een scarcity mindset zijn meestal arm. En arm in vele opzichten. Weinig inspiratie. Weinig passie. Weinig dankbaarheid. En weinig om te geven. Dit zijn mensen die vaak het glas half leeg zien in plaats van half vol. In tegenstelling tot mensen met een overvloed mindset zien zij een schaarste op de wereld. Een schaarste in geld, kansen, geluk, liefde en succes. En ik wil niet dat dit veroordelend overkomt. Als je ergens denkt, hey, ik heb volgens mij een schaarste mindset, dan geeft dat niet. Want we kiezen er niet voor. We worden gevormd door onze omstandigheden. We worden deze mindset aangeleerd door opvoeding, de maatschappij en alles waar we mee in aanraking komen. Dat gezegd te hebben, is het tegelijkertijd aan onszelf om hier veranderingen te brengen. En aangezien ik ooit een zware schaarste mindset had, ga ik je 10 tips geven die mij en duizenden anderen hebben geholpen om een mindset van overvloed te creëren. Nummer 1. Realiseer de kracht van gedachten en woorden. Wat je denkt is wie je wordt. Wat je voelt is wat je aantrekt. En wat je visualiseert is wat je creëert. Aldus de Boeddha. Leuke quote, heel inspirerend. Maar besef je werkelijk hoe waar dit is? Velen van ons weten het concept dat onze mind een creatiemachine is. Maar weinig mensen beseffen echt hoeveel kracht deze machine heeft. Wat er hier van binnen afspeelt, zegt alles over je leven. Het leven dat jij op dit moment leeft, is een direct resultaat van de gedachten die het meest door je mind gaan. Denk jij schaarste gedachten, zoals de wereld is oneerlijk, mensen zijn slecht, ik haat die en die persoon, ik kan dit niet betalen, geld groeit niet aan bomen, ik kan het niet. Dan is er een grote kans dat je leven niet een persoonlijke droom is. Let ook op de woorden die je uitspreekt, want die woorden zijn letterlijk dingen. Ze komen vanuit gedachten en ook je woorden creëren de wereld waar je in leeft. Ik ben een loser. Ik ben niet mooi genoeg. Die persoon is beter dan mij. Ik ben niet veel waard. Je kunt kiezen welke gedachten en woorden je toelaat. Dus laat geen negatieve zelfpraat toe. Weiger erop in te gaan. En kies dan bewust om gedachten en taal te gebruiken van overvloed. Er zijn geen grenzen in wat ik kan bereiken. Ik mag er zijn. Ik ben perfect, imperfect. Net als ieder ander. Ik gun iedereen maximaal geluk en succes. Ik accepteer iedereen voor waar die persoon is in zijn of haar eigen proces. Verander de wereld hier binnen van schaarste naar overvloed. En je buitenwereld verandert daarin mee. Nummer 2. Focus je op wat je wel hebt. Zoveel van ons, inclusief ik, focus ons zoveel op de dingen die we nog niet hebben. Dingen die we willen bereiken. Doelen, dromen, tekortkomingen, onzekerheden. Maar we vergeten daarbij de prachtige dingen die we wel hebben. We nemen dingen voor lief die normaal zijn in ons leven. Maar eigenlijk niet zo normaal zijn voor ieder ander mens. Het feit dat jij op dit moment naar deze video kan kijken, is toch prachtig? Jij kan bewust ervoor kiezen om informatie op te zoeken die je misschien kunt gebruiken om je eigen leven beter te maken. Er zijn mensen die die kans nooit krijgen. Er zijn 1001 dingen waar je dagelijks dankbaar voor kunt zijn. Creëer een dankbaarheidsroutine en schrijf regelmatig op, bijvoorbeeld als je wakker wordt of voordat je gaat slapen, de dingen waar je dankbaar voor bent. Ik zal je helpen en 5 hele simpele dingen delen die we soms vergeten. Ik ben dankbaar voor mijn vriendin Chantal. Voor onze relatie die ons leven verrijkt en versterkt. Ik ben dankbaar dat ik deze video mag maken voor jou. En dat ik in de positie ben om iets met je te delen waar ik gepassioneerd over ben. Ik ben dankbaar voor een gesprek die ik laatst had met een jonge gozer. Die me daarna bedankte voor het gesprek. En vertelde dat hij normaal nooit zo kon praten met iemand. Ik ben dankbaar voor mijn schoonouders, die gewoon prachtige mensen zijn. En ik ben dankbaar dat ik vandaag wakker mocht worden om weer een dag te spelen in dit lichaam met de rol als Maaike Ranji.
Nummer 3. The sky is the limit. Iemand met een mindset van overvloed, die gelooft dat er geen grenzen zijn. Grenzen maken namelijk schaarste. Iemand met een schaarste mindset zal niet snel grote dromen hebben, maar eerder gefocust zijn op de dingen die fout kunnen gaan en waarom iets niet zal lukken. Om een overvloed mindset te creëren, zul je jezelf moeten conditioneren dat er geen grenzen zijn. Dat alles voor jou mogelijk is en dat je alles kan bereiken waar je je mind toe zet. En ik geef toe, dat is zeker niet makkelijk. Zeker niet wanneer je heel veel limiterende geloofsovertuigingen hebt. Ik bedoel, je kunt wel tegen jezelf zeggen dat je miljonair gaat worden. Maar als je bij de McDonald's werkt en nooit mensen om je heen hebt gehad die ondernemend zijn, is de kans groot dat je het niet werkelijk gelooft tot diep in je kern. In die kern zitten namelijk geloofsovertuigingen dat geld verdienen niet zo makkelijk is of voor jou niet haalbaar. Maar ik heb wel goed nieuws, want deze geloofsovertuigingen kun je opnieuw programmeren. Kijk daarvoor mijn video over limiterende geloofsovertuigingen. Programmeer nieuwe geloofsovertuigingen die beter zijn. Overtuigingen van overvloed. Nummer 4. Ontwikkel je passie en vind een hoger doel. Iemand met een overvloed mindset zal altijd openstaan voor groei en het achterna gaan van zijn of haar roeping. In een toestand van overvloed ben je namelijk in een hoge vibe en heb je meer connectie met je ziel. Of als je dat zweverig vindt, noem het je onderbewustzijn, intuïtie of de intelligentie diep van binnen die je dat onderbuikgevoel geeft. Wanneer je een passie hebt en een hoger doel, dan zal dat je leven verrijken. En ik bedoel zwaar verrijken. Het leven heeft zin. Je hebt een reden om elke dag je bed uit te springen. Je hebt slapeloze nachten omdat je dat ding zo graag wilt doen waar je zo gepassioneerd over bent. Wanneer je passie ontwikkelt tot een hoger doel, dan zul je meestal deze passie willen gebruiken om een impact te maken op de wereld en op andere mensen. En wanneer je focus van je eigen belang houdt en jezelf volledig focust op het belang van anderen, wauw, dan is het instant overvloed tot de max. Mensen met een overvloed mindset zullen altijd een missie hebben. Iets willen veranderen, ter goede voor de anderen of de wereld. Niet iedereen heeft zijn of haar passie makkelijk gevonden. En soms krijg je het mee vanuit je jeugd, maar anderen zullen veel moeten uitproberen en uit hun comfortzone moeten stappen om uit te vinden wat hun interesses zijn, die uiteindelijk overgaan naar passie en dan naar een hoger doel. Kijk mijn video's over passie, waar ik je help om dit te ontwikkelen. Nummer 5. Groeimindset. Iemand met een abundance mindset heeft altijd een groeimindset. En mensen met een schaarste mindset hebben meestal een meer closed mindset. Ik zal een aparte video maken over hoe je een groeimindset creëert. Dus hou mijn kanaal in de gaten. En trouwens, als je hiervan op de hoogte gebracht wil worden, klik dan meteen op die abonneerknop. Die vind je onder de video. Een groeimindset is de mindset van een leerling aannemen. Openstaan voor informatie en nieuwe perspectieven. En niet denken dat je alles al weet. Wanneer je denkt dat je alles weet, dan ben je zo goed als dood. Afgesloten voor alle potentiële groei. Een groeimindset is nieuwsgierig. Die ziet kansen en mogelijkheden. En staat open voor feedback. Hou mijn kanaal in de gaten voor een video hoe je deze mindset creëert. Nummer 6. Het positieve inzien van alles. Ik zie het positieve in wanneer er iets prachtigs gebeurt in mijn leven. Maar wanneer het leven me door een zware uitdaging laat gaan, bijvoorbeeld het verlies of het ernstig ziek worden van een dierbare, kan ik ook dan het positieve inzien. Mensen met een schaarste mindset zullen eerder het negatieve inzien. De wereld veroordelen. Het leven bestempelen als oneerlijk. En dan haten, boosheid uiten en een slachtofferrol aannemen. Mensen met een overvloed mindset zullen eerder dit kunnen accepteren, omdat het een onderdeel is van het leven. En dan vrede maken met de situatie. Dankbaarheid tonen voor de mooie momenten. En op een prachtige manier de pijn ervaren, zonder wrok op te stapelen. Het positieve inzien kun je overal op toepassen. Zelfs op de dingen waarvan je misschien denkt, hier kan gewoon niets positiefs aan zijn. En ik weet dat het moeilijk is. En misschien wel waanzin lijkt. Neem bijvoorbeeld iemand die onschuldige puppy's mishandelt. Hoe kun je hier het positieve van inzien? En even voor de duidelijkheid.
Ik beschrijf je geen manier om gedrag goed of af te keuren. Ik beschrijf je een mindset die je aanneemt voor het beste belang van jou en de mensen om je heen. Een dierenmishandelaar haten en hierover wrok opbouwen vergiftigt jou alleen met toxische emoties. En het verlaagt je vibe. Dus het plaatst je ook in een schaarste mindset. Als je niet in de positie bent om die dierenmishandelaar te berechten, dan kun je het beter loslaten. En accepteren dat het leven ook het kwade heeft gecreëerd als onderdeel van deze realiteit. De puppy's liefde toewensen en een traan laten uit compassie, het is het enige wat je kan doen. Nummer 7. Affirmaties. Er zijn veel wisselende gedachten over affirmaties. Sommigen vinden het onzin om tegen jezelf in de spiegel te zeggen hoe mooi je bent, dat je rijk bent of dat je maximaal succes aantrekt als een magneet. Maar ik zie het als een tool voor je toolbox als je een overvloed mindset wilt creëren. Let er wel op dat, net als wat ik net vertelde in The Sky is the Limit, je kunt jezelf van alles proberen wijs te maken. Maar als je limiterende geloofsovertuigingen hebt die daar tegenin gaan, dan heb je affirmaties geen zin. Werk dus aan die limiterende geloofsovertuigingen. Maar affirmaties hebben mij altijd geholpen. En ik gebruik ze nog steeds dagelijks. Alleen nu op een andere manier. Door gewoon positief tegen mezelf te praten. Hey Mike, je doet het prima. Je hoeft niet perfectie achterna te streven. Je mag er zijn, precies hoe je nu bent. En je mag nog beter worden. Maar je hoeft niets te bewijzen. Relax. Laat los en geniet van de dans van het leven. Nummer 8. Omring jezelf met mensen die een overvloed mindset hebben. Ik heb dat vaak genoemd, maar jij bent een combinatie van de 5 mensen waarmee je het meeste tijd doorbrengt. Wanneer je mensen in je omgeving hebt die een schaarste mindset hebben, dan zullen ze je beïnvloeden. En ze zullen zeker commentaar hebben op de dingen die je doet en zegt wanneer je actie neemt met een overvloed mindset. Wil je een uitdagend doel achterna gaan, dan zullen die mensen de ene na de andere reden opnoemen waarom je moet uitkijken en wat er allemaal fout kan gaan. Ze zullen je waarschijnlijk niet aanmoedigen of echt steunen, omdat ze er zelf niet in geloven. En daar kunnen ze niets aan doen, omdat ze ook nooit in zichzelf zouden geloven. Mensen met een overvloed mindset geloven dat de sky the limit is voor zichzelf en dus ook voor jou. Omring jezelf met die mensen die een mindset van overvloed hebben. En dat hoeft niet eens in real life. Toen ik de meeste groei van mijn leven meemaakte, had ik veel mensen om me heen waarvan een hoop een schaarste mindset hadden. Maar ik vertelde die mensen niets over wat ik deed. Ik werkte gewoon in stilte aan mijn projecten. Daarnaast luisterde ik uren en uren aan podcasts van inspirerende mensen. Mensen die veel succes hadden bereikt in verschillende vlakken van het leven. Die mensen werden mijn kring. En ook al waren ze digitaal, ik voerde mijn hersens elke dag met hun woorden en energie. En langzaam veranderde ook mijn mindset in één van overvloed. Nummer 9. Meester iets. Een mindset van overvloed ontwikkelt zich wanneer je groeit in het leven. Wanneer je geen enkele vooruitgang meemaakt, dan zul je hoop verliezen, twijfelen aan jezelf en gevoelens hebben die je plaatsen in een mindset van schaarste. Dit heeft veel te maken met het stukje passie en het vinden van een hoger doel. Want ook hiervoor zul je iets moeten meesteren. Wat zijn jouw sterke punten? Waar ben jij in geïnteresseerd? Wat vind je leuk om te doen? Of wat vond je leuk om te doen, maar doe je niet meer door tijdsgebrek of financiële of andere redenen? Wat zou jij graag willen meesteren en gebruiken om je werk te doen? Of je passie uit te oefenen? Of misschien om anderen te helpen? Tegen wie kijk je op? En waarom? Wat meesteren zij wat jij misschien ook wel zou willen meesteren? Wanneer je consistent groeit in iets, dan ben je onderweg naar meestering. En dat zou je plaatsen in de overvloed mindset. Nummer 10. Plaats jezelf in de easy vibratie. Ik luisterde ooit naar een podcast van iemand die werkelijk de koning van manifestatie was. Hij was het voorbeeld hoe de wet van de aantrekkingskracht en het hebben van een abundance mindset werkelijk magisch is. Deze persoon had een bepaalde mindset die ik tot op de dag van vandaag nooit zal vergeten. Elke keer wanneer hij zijn manifestatietechnieken gebruikte, en hij deed het vooral door te schrijven in een dagboek wat hij zou bereiken in de toekomst. Of beter gezegd, wat hij wilde manifesteren in de toekomst. Hij schreef bijvoorbeeld: ik zal binnen 10 dagen
Een persoon ontmoeten die mij dit of dat aanbod geeft. En dan schreef hij hierachterna wat hij noemde de magische woorden. Dit zal gebeuren voor het beste belang van mij en de mensen om me heen. Het zal gebeuren met alle gemak en alle soepelheid. Het zal bijna vanzelf gaan op een magische manier. Ik kan me voorstellen dat je ergens denkt, wie is deze gek? En dat dacht ik ook. Maar deze persoon heeft de meest grote successen behaald op de wereld en samengewerkt met gigantische ondernemingen zoals Nike. Dus wat was zijn geheim? Was hij een tovenaar? Nee, zijn geheim was een absoluut en totaal geloof in zichzelf en zijn kracht om de realiteit te creëren. En wat hij noemde de easiness frequentie. Dit is jezelf plaatsen in een hele hoge vibe. De vibe van synchroniteiten, connectie met het universum. De vibe waar je de meeste kansen, mogelijkheden en alle juiste mensen op je pad krijgt. Hoe bereik je deze frequentie van gemakkelijkheid? Weet je, ik moet daarvoor een aparte video maken. Dus hou mijn kanaal daarvoor ook in de gaten. En vergeet je niet te abonneren, dan krijg je daar een bericht over. Maar je kan je ergens wel indenken wat deze frequentie inhoudt. Het vereist dat je je verlangens loslaat. Wat gek klinkt, sta gewoon open. Hou de meest gemakkelijke en ontspannen houding aan. Beslis wat je wilt, maar verwacht daarna niets. Beetje vaag, ik weet het. Je moet dus iets willen, maar daarna ook weer niet willen. Ja, zoiets is het. Wat je doet in deze frequentie is de belangrijkheid ervan afhalen. Ik maak er wel een video over binnenkort. Dat waren ze dan. 10 manieren hoe je van een schaarste mindset naar een overvloed mindset gaat. Ik hoop dat je iets hebt aan deze informatie. Het heeft namelijk duizenden mensen, inclusief mij, geholpen om hun leven te transformeren van een middelmatig leven waar niet veel betekenis in is, naar een leven waar je elke dag wakker wordt met voldoening, werkend aan hetgene wat jou het meeste geluk, succes en de mooiste toekomst gaat geven. Laat me in de comments weten welke informatie jou kan helpen op jouw proces. Wat zou je graag willen dat ik deel op dit kanaal? Als je deze video leuk of behulpzaam vond, dan zou ik het enorm op prijs stellen als je even naar beneden scrolt en op die like-knop klikt. Mijn kanaal zal daardoor vaker verschijnen in de YouTube-suggesties, waardoor ik meer mensen kan bereiken en het kanaal kan groeien. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Waar wacht je op? Hierboven kun je op mijn gezicht klikken en dan is het meteen geregeld. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.